Hallo beste kijkers en hartelijk welkom voor hopelijk weer een spannend potje voetbal. Siert de Vos is mijn naam. De collega naast mij heet Jeroen Guter. Hoge spannen verwachtingen voor dit duel. Dit is Motherwell tegen Southampton. Dit is nou zo'n wedstrijd waar ik heel veel van verwacht. Ik hoop dat ze ons niet teleurstellen, Siert. Dit is de opstelling die de coach voor dit duel heeft samengesteld. Het is wel duidelijk wat de trainer van plan is met deze opstelling. Vooral niet verliezen, wat er ook gebeurt. Tja, dat lijkt het wel op, Siert. Ja, ik hoop dat dit geen saaie wedstrijd zal opleveren. Maar de intenties beloven niet veel goeds. Dit is de opstelling van Southampton, waarmee de coach gaat beginnen. Goed, ja, ze hebben weliswaar twee aanvallers rondlopen vandaag. Maar het is maar de vraag of ze die in positie kunnen brengen vandaag. Of ze die kunnen bereiken. Dit is een systeem dat je niet speelt met de intentie om doelpunten te maken. Aftrap, eerste helft. De wedstrijd is begonnen. Er wordt voordeel gegeven aan de ingreep. En zo houdt de scheidsrechter het tempo in de wedstrijd. Francis Coquelin. Pontus Jansson. Jorrit Hendricks. Niederlechner. Tegenpartij aan de bal. Jorrit Hendricks. Dat was alles behalve een tackle op de bal. Daar kun je geel voor geven, scheids. Hij krijgt daar geel voor. Goed gezien, denk ik. Ze hebben hem nog niet kunnen afstoppen hier. Mooie plek voor een vrije trap hoor. Kan gevaarlijk worden. Altijd sterk in balbezit, deze speler. Ze zijn uiterst secuur in de pasen. Niet slordig. Mooi samenspel. Oh, ik was een beetje voorbarig, geloof ik. Ze zijn de bal kwijt. Niederlechner. Mario Lemina. Dan is het kwijt. Aan de zijkant krijgt hij ruimte. Schot dan. De 100 van die ballen, denkt de doelman. Steven Zuber. Heel sterk hier, hoe hij de bal verovert. Hij ging er goed in, alleen is het nu wel een inworp. Coquelin.
zit er goed tussen bij die pas. Hij krijgt daar ruimte aan de zijkant. Maar voordat het echt gevaarlijk wordt, is de bal alweer bij de tegenstander. Francis Coquelin, goede verdedigende actie. Bal heroverd op de eigen helft. Jorrit Hendricks. Bal gaat uit naar die ingreep. Ingooi voor de tegenpartij. Joshua King. Oh, als hij zo gaat dribbelen, dan moet je uitkijken hoor. Batshuayi. Francis Coquelin. En daar gaat hij voor de uitbraak. Op de brommer lijkt het wel. Keeper moet zich strikken voor die bal. Ze heroveren de bal. Joshua King. Niederlechner. Jensen. Southampton werkt weer aan een aanval. Die moet hij maken. En goed zeg, dat blok. Misschien komen ze voor via deze hoekschop. Geen voorzet, maar kort gespeeld. De bal wordt weggewerkt, het gevaar is geweken. Op de flank. En hij zit er op het juiste moment tussen. Jorrit Hendricks. Pontus Jansson. Ze zaten er bovenop. De tegenstander werkt hem weg. En de bal komt bij het andere team terecht. Binnen kunnen houden, of niet? Hij heeft toch behoorlijk veel last hoor. Kijk maar. Nou, die eerste helft hebben we weer gehad. Ze heeft gefloten en dan voetballen we verder in de tweede helft. Hij is duidelijk aangeslagen. Het is onduidelijk of hij nog verder kan. Goed de bal heroverd op de eigen helft. Jorrit Hendricks. Joshua King. Ruimte voor de counter. Een belangrijke interceptie op deze plek van het veld. Hij komt nu dichter in de buurt van het doel van de tegenstander. De kans om voor te komen. Rechtstreeks in de handen van het doel. Geen probleem. Nou, zoals u kunt zien is het balbezit eerlijk verdeeld tussen de twee ploegen. Maar het is een moeizame, gezapige wedstrijd. Misschien moeten ze wat meer risico gaan nemen. Wie weet kan het nu wel gevaarlijk worden. Ja, zo'n bal is natuurlijk makkelijk te onderscheppen.
Jacquelin. Hij beschept die paas. Het is duidelijk dat hij last heeft van een blessure. Jorrit Hendricks. Bezig aan een fraaie dribbel richting goal. Joshua King. Goed gered hoor, door de keeper. Ze gaan het doen met een speler van de bank. Bal komt voor in het 16 meter gebied. Zo'n bal moet je toch wegwerken. Hij oogt echt niet fit meer hoor. Er zit iemand tussen. Isai. Daar aan de zijkant ligt de ruimte. Goed ingegrepen. Moet er langs gaan. Jensen. Jorrit Hendricks. Hij heeft echt last hoor van die blessure. De speler raakt het balbezit kwijt. Francis Coquelin. Batshuayi. Geweldige redding. Hij tikt hem naast het doel. Een succesvolle tackle op eigen helft. Misschien niet zo slim om met die blessure verder te spelen. Hier laat die speler zien dat hij de sliding beheert. Batshuayi. Ramsey. Goed gezien die bal. Batshuayi. Hij is niet bang hè. Hij haalt hem voor zijn voeten weg. Ah, mooie klassieke redding van de doelman. En precies op het goede moment uitgekomen. Er resteren nog 9 minuten in de reguliere speeltijd. Nog één mogelijkheid dan. Als ze hem erin krijgen, hebben ze nog gewonnen ook. Die voorzet komt niet aan op zijn beoogde bestemming. Batshuayi. Niet meer aan de bal na die tackle. Steekt paas door de lucht. Moeilijk voor die verdedigers. Wat een aanval trouwens. Florian Nieder. En ze nemen alsnog de leiding. Ja, 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 die goal die zit er heerlijk in. En de tegenstander, die is razend natuurlijk. Dit is smul hoor. Dit is geweldig gedaan. Allereerst die dieptepaas. Geweldig. Precies op de juiste plek. Ja, zo wordt scoren wel een makkie. Zo tegen het einde van de wedstrijd de voorsprong pakken, dat kan doorslaggevend zijn. 3 minuten nog tot de 90. Batshuayi van de bal gezet. Jensen. Langs zijn tegenstander. Gevaarlijk. Boom! Koekoek, wat een doelpunt! De verdediger totaal het bos ingestuurd. Ja, die actie was gewoon perfect uitgevoerd. Maar ik kan me ook voorstellen dat de tegenstander
verwijtend naar de doelman kijkt, hoor, naar deze blunder. Die bal had nooit in de korte hoek mogen verdwijnen. Ze zijn herenmeester op het veld. Daar is het laatste fluitsignaal. De bezoekers gaan er met de winst vandoor. Ik zie een tevreden trainer. Ja, 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 die is blij met deze duidelijke overwinning. En terecht, ze hebben vandaag gewoon goed werk geleverd. Ze winnen het duel. En ik denk dat hij daar door zijn goede spel een aardig aandeel in had. Winnen, dat is natuurlijk altijd lekker. Maar als je dan zelf ook nog hebt gescoord, dat is dubbel lekker.